Kenmerkende aspecten. Als je geschiedenis hebt in de HVO VWO bovenbouw, dan word je doodgegooid met die twee woorden. Ze komen de hele tijd terug en ze komen misschien ook wel je neusgaten uit. Maar goed, je moet ze kennen voor je eindexamen. Uh, dus ja, hoe moet je die dan gaan leren? Nou, daar gaan we in deze korte video's even naar kijken. Een manier om dat aan te pakken. Iedere vraag op het centraal schriftelijke eindexamen sluit direct of indirect aan bij een kenmerkend aspect. Dat is een van de basisprincipes van de examenmakers. Je zult ze dus moeten kennen. En wat houdt dat in? Nou ja, dat houdt in dat je uh, dus gewoon die omschrijving kent. Hè. Je kunt die 49 zinnen geven. Die mag je overigens in je eigen woorden zetten. Je hoeft niet letterlijk die zin te geven. Maar dan moet je er wel op letten dat je dus dan een goede omschrijving geeft die helemaal dekkend is. Uh, als je twijfelt van, nou ja, ik heb ze in eigen woorden gezet, maar is dat uh, wel in orde, laat dat dan even aan je eigen docent zien. En nee, ga mij niet allemaal berichten sturen en dergelijke uh, en mailtjes, want ik heb er gewoon geen tijd voor om die allemaal door te nemen. Je hebt ook je eigen leraar. Maar check het daar even. Misschien heb je van hem of haar ook wel iets gekregen. Um, ten tweede moet je bij ieder kenmerkend aspect natuurlijk ook gewoon kunnen vertellen waar het over gaat. Wat houdt het kenmerkend aspect precies in? En als laatste moet je bij ieder kenmerkend aspect ook een historisch voorbeeld kunnen geven. Dat laatste dat komt eigenlijk niet heel veel terug op het examen. Heel af en toe zit er een vraag in waarbij je zelf een voorbeeld moet geven. Maar het kan dus voorkomen, het wordt van je verwacht, staat in de papieren. Dus zorg maar dat je het kunt. En bovendien, als je iets met een voorbeeld uit kunt leggen, dan snap je het vaak ook beter. Oké, okay, maar hoe doe je dat nou? Nou ja, die omschrijving uit je hoofd leren, of dat nu de officiële omschrijving is of een zelfgemaakte zin, dat is gewoon stampen. Zorg dat je dat uh, gewoon uit je hoofd leert als je dat nog niet gedaan hebt. Zorg dus ook dat je precies weet welk kenmerkend aspect bij welk tijdvak hoort. Dus nogmaals, dat is gewoon stampwerk, dat is leerwerk. Vervelend misschien, maar het is wel absoluut nodig om je examen te halen. Maar hoe ga je nou die inhoud van die kenmerkende aspecten precies leren? Hoe, de, hoe weet je nou precies wat daarin moet staan? Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Ik denk dat je het meeste ondertussen wel weet na twee jaar HAVO of drie jaar VWO. Je mag er echt van uitgaan dat je al een heleboel weet. Uh, maar goed, we gaan toch even dat een beetje op een rijtje zetten. Betekent dat dan dat je je hele boek weer door moet gaan nemen? Uh, nee, dat hoeft niet per se. Het kan ook op een andere manier. Misschien heb je samenvattingen gemaakt. Misschien heb je uh, de, de filmpjes van mij bekeken. Of misschien heb je wel een hele goede omschrijving, een hele goede samenvatting op internet gevonden. Zou ik niet te snel vanuit gaan, maar het zou kunnen. Uh, je hoeft in ieder geval niet het hele boek door te nemen. Maar je moet dus wel zo'n kenmerkaspect kunnen uitleggen en er een voorbeeld bij kunnen geven. In je lesboek daar worden waarschijnlijk veel meer voorbeelden gegeven. Daarom zijn die boeken ook zo dik. Die voorbeelden hoef je niet per se allemaal te kennen. Goed, hoe ga je dat dan aanpakken? Nou, ja, ik zou zeggen: leer in ieder geval die kenmerkende aspecten per tijdvak. Begin gewoon bij tijdvak 1, die tijd van jagers en boeren, en ga naar die drie kenmerkende aspecten kijken. Als je die onder de knie hebt, ga je door naar tijdvak 2, de tijd van de Grieken en de Romeinen. En dan pak je die vijf kenmerkende aspecten en zo door totdat je ze alle 49 over die tien tijdvakken gehad hebt. Kijk dus per tijdvak naar de omschrijvingen. Die horen bij dat tijdvak. Met omschrijving bedoel ik dus gewoon simpelweg die, uh, die zinnen van die kenmerkende aspecten. En uh, vervolgens ja, ga die zinnen gewoon in normale mensentaal neerzetten. Want sommige van die zinnen zijn gedrochten van zinnen. En uh, ja, dan als je dat in normale mensentaal op kunt schrijven, dan ben je al een heel eind. Als je er vervolgens een vraagteken achter zet, zodat er een, een soort vraag ontstaat, nou ja, dan heb je iets om mee te werken. Zeg maar. Dan kun je echt aan de slag. Want vervolgens ga je het tijdvak doornemen aan de hand van de vragen die je zelf hebt bedacht. Bij tijdvak 1 zijn dat dus drie vragen eigenlijk, omdat er drie kenmerkende aspecten zijn. Nou ja, en als je dan op die manier met die vraag in je achterhoofd uh, dat tijdvak gaat leren, dan weet je ook waar je op moet letten. En dan leer je ook beter. Ja, het doel van dit alles is dus eigenlijk nou ja, dat je die vraag kunt beantwoorden: dat je dus het kenmerkende aspect kent. Uh, je kent het als je daarbij goed gebruik maakt van de kernbegrippen die daarbij horen. Uh, en dat, dat zijn vaak de dikgedrukte begrippen in je boek. Hè? En als je daarbij dus een historisch voorbeeld kunt geven. Nou, dit klinkt misschien een beetje vaag, even noord, hier heb ik nog niet zoveel aan. Dan even een klein voorbeeldje hoe je dat zou kunnen doen. Een uh, kenmerkend aspect dat hoort bij tijdvak 4. Ik heb maar willekeurig eentje gepakt van die 49. En dit is het kenmerkend aspect uh, de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van agrarisch-urbane samenleving. Vanaf het de eerste stap, als je hiermee aan de slag gaat, nou ja, dan moet je dus in normale mensentaal gaan zetten. Op zich is dit niet een heel lastige zin, maar ik kan me voorstellen dat je zegt het herleven van een agrarisch-urbane samenleving, de basis leggen, blablabla. Oké, okay, kan dat niet iets makkelijker? Ja, dat kan. Uh, de opkomst van handel en ambacht waardoor er opnieuw een landbouwstedelijke samenleving kwam of kon ontstaan. Zoiets, weet je wel. Dan, dan is het iets meer een logische zin. Nou, dat is de eerste stap. En daarmee laat je eigenlijk al een beetje zien van oké, okay, ik snap dus wel waar het hier over gaat, als ik het in eigen woorden kan zeggen. Uh, vervolgens moet je het dus in vraagvorm gaan zetten en ook nog eens met een voorbeeld en eigenlijk ook met die begrippen. Nou, dan zou je dus zoiets krijgen. Uh, ik heb die begrippen dik gedrukt en ik heb het voorbeeld hier even onderstreept. Hoe zorgde de opkomst van handel en ambacht ervoor dat er in Vlaanderen opnieuw een landbouwstedelijke samenleving ontstond? Nou ja, als je aan de hand van deze vraag zeg maar dan uh, tijdvak 4 gaat bestuderen, en dan heb je natuurlijk nog vier andere vragen, maar dan. Ben je wel heel gericht aan het leren, dan weet je wel waar je op moet letten. Want je moet uh, dit dus uitleggen, dat handel en ambacht opkomen. Je moet dus bovendien uitleggen wat handel en ambacht zijn. Dat moet je weten. Dat zijn begrippen. Uh, je moet uh, weten wat een landbouwstedelijke samenleving is, zeg maar. En je moet dus in dit geval, dat is het historisch voorbeeld, even benoemen uh, hoe dat in Vlaanderen in zijn werk ging. Ik heb maar Vlaanderen gepakt omdat dat uh, bij, bij Phoenix, de methode die wij op het Sint-Joris gebruiken, uh, als voorbeeld genoemd wordt. Nou, zo kun je dit 49 keer doen. En ik zie sommigen van jullie, hoor ik nou, ik al denk van, oh, maar dat is veel te veel werk. Ja, dat klopt, maar ja, je wil je examen halen. En hoe beter je voorbereid bent, hoe eh, groter de kans is dat je gaat slagen. En je zult ook merken, nogmaals, heb ik al eerder gezegd, dat je heel veel van die kenmerken en aspecten gewoon echt al kent. En dan bedoel ik zowel de zin als gewoon de inhoud, wat ermee bedoeld wordt. Heel veel succes in ieder geval daarmee.